Ja, daar zit ik dan met mijn goede gedrag, want ik had een introotje voorbereid, want ik heb hier in mijn handen Piet Hein, de Zilvervloot. En toen dacht ik, ik moet iets met dat liedje gaan doen. Alleen toen bedacht ik me heel eventjes dit. Piet Hein, zijn naam is klein, maar zijn daden zijn groot. Hij heeft gewonnen de Zilvervloot. Ik weet dat het liedje eigenlijk anders gaat en nee, ik ga het hier niet zingen. Ja, dat heb ik dus al gedaan bij het eerste deel. En dat komt een klein beetje omdat op de achterkant ook weer die tekst van dat liedje stond. Dus vandaar, ja, goed. Dus die kans is verkeken. Dus, maar dat maakt niet uit, want we hebben hier nog steeds wel het tweede deel van John Heijings Piet Hein. En dit is wel het deel wat voor in ieder geval de oudere generatie het meest bekend zal zijn. Want Piet Hein heeft inderdaad de Zilvervloot gewonnen door de Spaanse schepen te verslaan. En daar is hij echt beroemd door geworden. Dus het mooie, dit is nu eigenlijk dat bekende verhaal. En als je hem ziet, hè, en dan, ik moet gewoon eerst even wat platen laten zien uit dit boek. Dan krijg je een beetje een idee van de tekenstijl van John Heijink. Mocht je die nog niet kennen, mocht je die niet kennen van Kapitein Kreis en van het eerste deel. Hij heeft natuurlijk een hele eigen stijl en hij is wat dat betreft wel heel vertrouwd met drukke platen. Want bij Kapitein Kreis heeft hij dat ook heel erg veel en dat zie je hier ook weer in terug. Toch vind ik het gelukkig niet helemaal te overweldigend worden en te chaotisch worden. Het blijft nog steeds wel goed leesbaar. En ja, het is gewoon zo mooi getekend. Alleen ik vind dat er toch nog even één plaat bij moet. Want het gaat natuurlijk om de zeeslagen en om de schepen en de gevechten daarbij. En ja, die worden gewoon heel erg mooi in beeld gebracht door John. Zoals ik al zei, het verhaal is in principe bekend. Een Nederlandse admiraal gaat met een aantal schepen richting Cuba om daar een aantal Spaanse schepen te gaan overvallen die een hele hoop schatten met zich meedragen. En dat is die beroemde Zilvervloot. Alleen, dat gaat niet zonder slag of stoot. Er zitten heel wat gevechten hierin. En uiteindelijk weet Piet Hein toch het voor elkaar te krijgen. Hij heeft daar een list voor gebruikt. En ik vind dat ook heel mooi hoe dat in beeld gebracht wordt. Dat hij met een klein groepje schepen komt ze eigenlijk een hele grote overmacht tegen. Waarvan hij denkt van nou eigenlijk, ja, een slim mens die zou omdraaien maken dat hij wegkomt. Maar Piet Hein die nam risico's. En hij was heel slim, had een hele goede strategie bedacht. Die heeft uiteindelijk gewerkt. Nou, en dat wordt gewoon heel mooi in dit boek in beeld gebracht. Het mooie is, buiten even die prachtige platen van John, die hij voor deze keer op een andere manier ingekleurd heeft dan zijn andere albums. Dat zegt hij namelijk op het Brabant Stripspectakel waar ik hem interviewde. Dat is één nieuwtje, dat is de eerste keer, dat is mijn zevende boek. Die heb ik nu voor het eerst met de hand ingeschilderd met waterverf. Okay. Dus eerst deed ik alles met de computer, ja? Inkleuren. En nu heb ik de inkleuring met de hand geschilderd. Als je de twee boeken naast elkaar legt, dan zie je inderdaad ook wel verschil in de hele manier hoe de platen op je overkomen. En nou ja goed, hè, met waterverf inkleuren, dat blijft natuurlijk wel het mooiste. Dat is echt het ambachtelijke eraan. En het mooie is dat het kost meer werk, het kost meer tijd, maar John heeft dat voorover om uiteindelijk gewoon een heel mooi stripalbum te weten te brengen. Nou, dat is absoluut gelukt hiermee. Daarnaast heeft hij heel veel research gedaan, nazoekwerk gedaan om dat verhaal zo nauwkeurig mogelijk te vertellen. En dat vind ik ook heel erg knap van hem. Er zitten natuurlijk wel wat elementen bij, hè, om er gewoon echt ook een leuk leesbaar verhaal van te maken. Een stukje romantiek zit erin en er worden wat elementen toegevoegd. Maar aan basis is dit wel het verhaal zoals het geweest is. En als je dan even bedenkt dat het gewoon echt een stukje geschiedenis is wat je leest, dan zie je dat de geschiedenis van Nederland ook het nodige bloedvergieten kent. En het is natuurlijk voor de goede zaak, zullen we maar even zeggen. Hè? Want dat goud wat Piet Hein van de Spanjaarden roofde, dat werd gebruikt voor Nederland. Om Nederland sterker te maken in de oorlog tegen diezelfde Spanjaarden weer. Maar zelfs al zou je dat hele geschiedenisstukje niet boeiend vinden, dan heb je aan dit album nog steeds een hele toffe strip. Met heel veel actie, met heel veel avontuur, met hele mooie platen. Ja, dus meer dan genoeg redenen om hem te gaan halen. En ik zeg al, John heeft er zoveel werk in gestopt om hier echt iets heel moois van te maken. Dus het verdient het toch op zijn minst om gelezen te worden. Nou, je weet hem te vinden natuurlijk bij de stripwinkel. Net als deel 1 natuurlijk, die ligt daar ook. Dus ga het halen, ga het lezen, ga er zelf even van genieten. Ik wens je ontzettend veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie bij de volgende vlog weer terug te zien.